En welkom bij de paastoespraak 2021. En lieve jongens en meisjes, dames en heren, dit jaar een hele bijzondere paastoespraak. Want dit jaar is de paastoespraak echt volledig geïmproviseerd. Ik heb echt geen idee waar ik het over heb. En weet je hoe dat komt, lieve kijkbuisje? Weet je, Pasen komt altijd als een verrassing. Weet je, kerst, dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En ja, met Pasen, ja, je weet dat het ergens tussen maart en februari is. Maar wanneer dan precies? Nou, niet met kerst in ieder geval. Maar goed, ja, er is altijd een of andere idioot die dan zegt, ja, ga je nog wat leuks doen met de Pasen? En dan denk je bij jezelf, Pasen? Is dat weer bijna Pasen? Jezus, tering, dan moet ik mensen uitnodigen. Nou, en dat ga je dan doen. Dus dan bel je allerlei mensen op en dan zeg je, joh, kom je gezellig Pasen vieren bij mij? En dan hoor je aan de andere kant van de lijn, oh Sjaan, het is bijna Pasen! Oh, dat meen je niet? Moeten we dan allemaal mensen gaan uitnodigen? Nee, dat hoeft niet, want deze lul heeft ons al uitgenodigd. Oh, dat is fijn, dan kan ik lekker verder met mijn kut spelen. Nou ja, dat soort dingen, weet je wel. Nou, en dan ga je allemaal teringzooi naar huis halen om in je gezicht te proppen. En dat gezellig op te eten met z'n allen. En ja, dat is toch wel de ware paasgedachte. Dat je gewoon geen enkel idee hebt waar het over gaat en waar je aan toe bent. En wat je überhaupt aan het doen bent. Weet je wel, dan zit je met z'n allen. En je weet ook niet wat je moet maken. Weet je, met kerst heb je nog enigszins een idee wat je moet maken. Maar met Pasen zit je zo van, ja, wat moeten we nou gaan eten dan? Dus ja, meestal komt het erop neer dat je echt hardcore aan het barbecuen bent met heel veel alcohol en drugs. En ja, dat maakt de Pasen toch altijd wel heel erg bijzonder, weet je wel. De ene zit doorgesnoven zo aan tafel, zo, kik. En de andere loopt zware kankerhart trip op de paddo's. Ja. Paddo's. En ja, dat maakt het altijd extra leuk. Ja, gegeten wordt er dan niet. Ja, misschien een paar aardbeien of zo, maar die er helemaal niet zijn, want je bent aan het barbecue. Dus ja, dat maakt de Pasen. Pasen. Voor mij toch wel een hele, misschien wel de mooiste dag van het jaar. Op mijn verjaardag na dan. En natuurlijk Pinksteren. Dat vind ik eigenlijk wel de nee. En 7 januari vind ik ook heel leuk. En misschien, heel misschien, 4 mei. De dag van de arbeid. Maar voor de rest heb ik niet zoveel met dagen of zo. Weet je. Ja. Pasen vind ik dan leuk, omdat ik dan helemaal mijn dak met de familie in de tuin zit. Als het regent. Want als het lekker weer is, dan ga ik gewoon lekker met mijn kut spelen binnen. Net als Sjaan trouwens, die geen idee had wat ze moest doen toen haar werd gevraagd wat ze was. Ja. Dus ja, maar goed. Hé jongens, hele fijne Pasen allemaal. En ik zie je met de Pasen.